Ik heb hem! Oh! Yo! Dames en heren, jongens en meisjes, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag gaan wij de 2.0 dropper doen in Fortnite, jongens. Want vorige keer had ik natuurlijk de eerste versie van de Rainbow dropper gedaan. En vandaag doen wij versie nummer 2, want er zijn weer nieuwe droppers uitgekomen. Jullie vonden de vorige video super leuk, dus ik hoop dat jullie deze ook weer super leuk vinden. Dus ja, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Laten we vandaag proberen weer dan 1000 likes te halen. Dus jongens, smash even die blauw duimpje omhoog. Helpt mij natuurlijk enorm. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker eventjes en zet dat belletje aan. En ben je nou nieuw en volg je mij nog niet op Instagram? Doe dat dan ook eventjes, jongens. Mijn Instagram staat gewoon in de beschrijving. Is dezelfde naam als mijn YouTube kanaal. Zou ik super tof vinden. Morgen gaan we weer wat Instagram shoutouts geven in de video. Als je me natuurlijk volgt. Maar ik ga nu niet langer ophouden. We gaan nu naar de dropper toe. Om te kijken of deze levels moeilijker zijn. Dus jongens, ik zou zeggen, ik ga niet langer ophouden. Let's go. Oké, jongens. Wij zijn in de 2.0 dropper aangekomen. Die gemaakt is door Henry. Dus ik ben vandaag samen met Cas. En met Dutch. Dus hallo jongens. Hallo. En wij gaan dus, net zoals de vorige keer, gewoon weer een nieuwe dropper proberen. Dus mocht je dit leuk vinden, ram dan zoveel mogelijk blauw duimpjes omhoog. En abonneer op mijn kanaal. We gaan gewoon weer beginnen bij level 1. En dit is de 2.0 versie van dit parcours. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver we weer kunnen komen. En als wij weer niet verder komen op een gegeven moment, kunnen we altijd een deel 2 maken. Het ligt natuurlijk aan of jullie dit leuk vinden. Vorige video is daar heel goed van bekeken. Dus we gaan ons best doen. En ik val tot nu toe al 2 keer dood. 96, dus, kloot. Let's go. We gaan gewoon ons best proberen te doen, jongens. 2.0 versie, dus misschien dat die ook weer wat moeilijker is. Ik heb geen idee. Ik had hem dus we gaan gewoon even kijken hoe of wat. Even kijken. Ik had hem al bijna. Ik val hier al dood. Ik moet echt een stuk verder springen, want ik val dood bij de allereerste poging. Man. Je moet in het midden eindigen. Dus ja, er zit zeker een launchpad of zo. Dus. En dan val ik weer hier op dood. Oh my god! Nee. Hemel, wat doe ik allemaal? Oh mijn god, deze jongen is super saiyan volgens mij. Dodge Jew. Super saiyan, jezus. Ja, deze, hij heeft hem nu al. Ja, dat is wel grap. Ja, maar ik heb nog nooit een dropper gespeeld. Ja, ik heb hem ook. Ja, ja, lekker Dutch. Hoppatee. Dit is lekker hoor jongens, hoe lang zijn we bezig? We zijn 5 minuten bezig, nog niet eens. Hoppakee, kom maar door. Cassie. Waar moeten we nu heen? Ja, ik wacht even op Cas. Gaan we op Cas wachten? Ja. Dat weet ik niet hoor. Ja, het ligt aan de lange Cas. Ik heb nog nooit een dropper gespeeld, grap. Ja. Je moet eigenlijk van boven naar beneden, Cas. Oké, okay, ik ga kijken wat er verder is. Wat is dit? Nou. Moet ik dit met dit naar boven? Ja. Yo! What the fuck? Je gaat rood. Yo! Oh, ik kan net niet. Wat is dit dan? Yo, dit is tinkertje dan een loos met Cas. Dat is de laatste al. Ja. Waar ik steeds maar 3 keer. Oh, ik heb hier een checkpoint. Ik heb een checkpoint, jongens. Dus. Oh mijn god. Oh mijn god, wat is dit dan? Wat doe ik nou? Okay. Wat de heck is dit dan? Als je spant, hey. Loop door die deur naar links. En dan ga een beetje van die linkers achterkant. Dutch! Van links back. Dutch! Links back. Ja. Het level 2. Ik heb hem! Oh! Yo! En dan hey. Holy shit! Moet je wel naar het midden toe gaan, hè? Lul. Ja, dat deed ik ook! Ja, maar ik heb deze gewoon in de tweede keer! Nadat je het. Holy shit! Hey! Yo. Jongens, dit level, level 2 is ongeveer te vergelijken met level 9 van die vorige. Dat had ik toen in mijn livestream gedaan. Oh mijn god, we hebben hem gewoon in 2 keer tijd. Oké, nou, succes met deze jongens. Succes met deze, want deze is wel een stukje lastiger, kan ik je vertellen. Alright, nou, we gaan weer op dit ding springen. Hoppatee. Dan komen we hieruit. Hoppatee. En als goed is, raak je hier de checkpoint. Boy, yo, checkpoint. Boy, yo, boy, yo. Ja, checkpoint, let's go. Ik heb de checkpoint, jongens. Level 3. Oh, nou, wat is dit? Let's dit is een soort van. Yeah. Dit is van Mario, man. Kijk dan. Oké, wacht. Ik ga het gewoon zo proberen te doen. Dit is allemaal weer zo. Oké, deze is ook lastig. Oh, dit is ook een lastig leveltje, dames en heren. Ik zag het einde al. Ik heb het einde in zicht, jongens. Ja, hij is niet eens heel moeilijk, jongens. Je moet gewoon een beetje goed sturen, zeg maar. Ja, ja echt. Ja, is... Oh mijn god. Dit level is ook echt lastig, ouwe. Nee, okay, moet je niet pakken, je moet die daarnaast pakken. Jullie zijn nu bij level 2, toch? Oh, kut. En jullie zijn nu bij level 2, right? Ja. Wacht. Oh, maar er zit hier een onzichtbare barrier volgens mij. Hold up, wacht. Centimeter weer. Laat me even kijken. Voor mij zit hier een onzichtbare barrier. 1 seconde hoor, wacht. Kijk, als ik hier blijf vallen. Ja, er zit een. Oh my god. Oké, je moet hem dus echt door die buis heen halen, man. Je moet dit level echt door die buis heen halen. Jongens, level 3 is lastig, kan ik je vertellen. Ja, dan moet ik er nog 2 doen, joh. Oh. Waar ik was. Maar je moet ook in het midden eindigen, toch? Bij level 2 doen. Wat? Oh, wacht, ik weet. In het midden staan op een launchpad. Ja, ik heb hem. Oh. Lekker, Cas, lekker. Ja.
Oké, Cas, kom naar level 3. Nee, kom, nee, kom. Ik wacht op Dutch. Dutch wacht ook op mij. Welke? Oké, dan wachten we eventjes. Level 3 is oprecht echt niet zo makkelijk, want je hebt een onzichtbare barrier of zo. Gelijk naar links. Ja! Jongens, dit is toch niet normaal? Ja, dit is toch niet normaal? Lekker. Dit is echt lastig. Hold up. Jij klitst in de lucht bij mij. Wie, ik? Nee, Dutch hangt vast in de lucht. Ben je er nog wel, Dutch? Hij gaat eruit leggen, 100% hou ik stil in de lucht, net voor de launchpad. Ja, echt. Ja, ik hoor hem ook niet meer in de Discord, shit. Echt, net voor de launchpad, dit. Had hij hem gehaald? Ja, hij wacht, zal ik mijn facecam even aanzetten voor jou? Hier, let op. Ja, maar daar kan ik toch niks mee, daar heb ik niks aan. Dat kan ik niet in beeld laten zien. Nee, nee, maar dan kan jij het zien. Oké, wacht, ik open mijn Discord wel eventjes. Jongens, het gaat weer fout. Kenno, oh mijn god! Hier zit hij! Hij hangt echt letterlijk zo een stukje boven de loungepad. No, oh, maar dit vind ik kut. Oké, dan gaan we door. Ja, dan gaan we gewoon door. Cas, kom maar. Ja, kom maar. Het gaat weer fout, jongens. Gaat fout, kan in de titel. Oké, daar komt Cas dadelijk aan, jongens. Hoppatee, daar is hij. Hey! Let's go, Cas. Nou, succes! Ik ben succes, zou ik zeggen. Ik ga hem first herhalen. Easy. Nou, ga je gang. Doe er maar wat mee. Ik kijk wel, ja? Ja. Oh, je moet de hele tijd door die gaten, sowieso, want je kan er anders niet omheen. Nee, want je hebt een onzichtbare muur of zo daar zo. Waarom heb ik... Je hebt ook een onzichtbare muur zitten. Even kijken. Oh, wacht. Oh, moet eigenlijk... bijna. Oh, ik kan bijna. Ik word hier afgeremd, man. Hoeft, wat is dit? Je hoeft maar door twee dingen heen, toch? Ja, ik weet niet precies hoe het zit. Even kijken, ik probeer hier de linkerkant. Onzichtbare iets of zo killde mij. Ja, daarom. Je moet er niet te dicht tegenaan, want dan ga je dus ook al. Oh mijn god, kijk hoe... Ik ben zo close, jongens. Ik ben echt zo close. Ja, dat is wel... Oh, nee! 81 meter, holy shit. Op het doekje. Klote. Ja, dit wordt hem niet... Oh. Dit zit ook nog steeds gewoon in... Oh, hij is eruit. Okay, hij is eruit. Okay. Rip het internet van Dutch. Ja, rip internet van Dutch in de chat, jongens. In de comments bedoel ik. Ja, we zijn... Nu door... Oh mijn god, maar dit is toch echt onmogelijk, dit level, jongens. Ik ga via de andere kant proberen, hold up. Ik weet hoe die moet. Ja? Ik heb hem. Oh nee! Hoe? Ik heb hem niet. Jij doet hem via de rechters, toch? Gewoon. Ja, maar kijk, je moet zeg maar, als je springt... Ik heb hem. Ik kan hem wel zeggen hoe ik moet, maar dan moet ik hem wel halen. Ik heb hem. Ik heb hem, Cas. Let's go, man. Jij sprong aan de rechterkant, toch? Ja, rechterkant. En je moet zo min mogelijk tegen die buis aankomen. Want daardoor rem je juist af. Even kijken. Oh, wacht, nee, ik snap nu wel hoe die moet. Ja? Ja. Oké, ik ga even ondertussen door naar level 4 hier naar boven. Ja, is goed. Even kijken wat we hier te vinden hebben. Eerst even kijken. Nou, checkpointie! Level 4, jongens, hoppakee! Oh. Nou, gaat tot nu toe wel lekker. Wat is dit? Oh mijn god. Cas? Ja? Dit wordt nog wel wat, dit level. Ja? Wat de heck? Ja, nou, dit is echt bizar, ouwe. Oké, nice. Oké, dan wacht ik hier even op je. Dan komt Cas even omhoog, jongens. Kijk, daar hebben we hem, hoor. Daar hebben we hem, daar hebben we hem toevallig. Nou, kijk eens aan, wat is dit voor gaten, Cas? Je hebt er niks van, je weet jij. Cas! Zit Dutch überhaupt nog wel in de Discord? Nee, dit is wel een aardige, dit inderdaad. Dit is wel een aardig leveltje, hè? Dit is wel een aardige leveltje. Leppeltje, hoor dan. Ik zie de checkpoint al. Oké, okay, de checkpoint, de launchpad. Send it! Nee! Oh! 106 meter, ja, maar luister, kijk, dan moet je er doorheen en dan moet je nog door een ding. Maar die gaten worden steeds kleiner. Ja. Dat is wat je ziet. Oh, mijn god, wacht. Ik stook me 48 ook. Heb jij nu? Klopt. 48? Ja, dat is het tweede. Via waar is de beste kans om te springen? Ik denk via hier gewoon. Dan... Ja, ja, waar je nu sprong. Ja, ja, ja. Oh! Yo! Oké, okay, I think I got it! Oh nee! Denk ik. Oh. Oh, allebei 82. Yeah. We zitten allebei op de 82 nu. Oh jongen, ja, deze is wel wat te halen. Deze is echt wat te halen. Ja, oké, okay, ja. Precies zeg je dat aan de valk dood op de grond. Ja. Beetje matig weer dit, Cas. Beetje matig. Oh nee! 106. Oh. Jij komt echt ver, gast. Ja, maar dat is de één na laatste pas, hè. Nou ja, je moet echt springen. Je moet hier echt springen, jongens. Als je hier nu springt, dan wordt het hem niet. Bij die één na laatste... Ja. Dan is het in één keer heel, ja, hoe zeg je dat? Heel tuttig waar je doorheen moet springen. Klinkt allemaal weer zo fout, jongen. Waarom? Oké, let's go. 22 meter. Net. Ik ga achter jou aan springen. Oh, nee, dat moet je niet doen. Ik sprong veel te vroeg.
God non de ju! Ik ga de andere kant proberen. Level 4 is aardig lastig. Ja, maar je moet zorgen dat je zo dicht mogelijk al bij het midden komt. Want anders moet je super veel bijsturen volgens mij. Ja, nou, dit is inderdaad ook een ou. Non de ju. Ja, dit is wel lastig. Dit is ook gewoon echt. Hij is ik denk dat ze bij. Weg. Ja, wat het mooie was voordat we gingen opnemen, jongens. We zijn bij hem in de straat, die zijn aan het vervangen. Ik denk dat ze gewoon zijn internet eruit hebben getrokken. Ja, dat zou. Ik heb hem. Oh nee! Nee! Oh, nee, precies, dat is de ene laatste, Jess. Dan moet je. Nee, de laatste! Ik was bij de laatste! Is dat, oh, dat nee! Oh shit, gast. Oh, ik heb gewoon een zweetrug, jongens. Ik krijg gewoon een zweetrug van. Godsamme! Echt, jongen, krijg toch de. Oh jongens, echt. We zijn pas 10 minuten bezig. Ik weet niet hoeveel ik al heb geknipt. Maar dit is wel een leveltje waar ja, ik. Ja, Canis. Waar ik van kan ragen. Ja. Ah, en dan weer hier. Hoe maak je dit soort levels ook, gast? Hoe je dit soort levels maakt, vind ik echt oprecht vet. Ik hou van dit soort parcours. Jongens, heb je daar nog vette parcourscodes? Laat het dan even achter in de comments. Kloten. En dan wie weet speel ik dan een keer jouw parcours, want. Het is weer zo, kijk, weer op de laatste. Dutch left the party, kijk naar links. Oh, nou nu eindelijk, hé. Hey. Duurde lang, hij is eindelijk weg. Ja, godsam! Oh. Oh ja, ja, ja. Eerst 106 meter, nu 30 meter. Recordje hoor. Lekker hoor, lekker, lekker, lekker. Oh, jongens, dit is echt onbegonnen werk. Het is onbegonnen werk, ik ben hot tot on the ten. Ik stoot me de hele tijd mijn hoofd, gek. Kijk. Het is weer kast. Ik word helemaal knetter hier, echt. Ja, 160. Ik word echt helemaal gek hier, weer. Echt. 160, bij de laatste stage, ja, jongens. Bij de laatste. What the fuck? What the fuck? Dikke, dikke, dikke driet, dit. Echt, echt helemaal kak. Oké. Okay. Ja, jongen. Wat doe ik nu? Wat doe ik nu? Ik zat aan de hele verkeerde kant. Ja, maar je moet zorgen dat je bijna in het midden uitkomt. Ik ga naar de andere kant toe. Ja, maar ja, oké. Okay. Als je hem dan haalt, krijg je van mij volgende keer Mackie, ja? Oei. Challenge accept. Weerkast, ik word gek! Weer bij 106! Nee. 80 meter had jij nu, jongens. Dit is echt onbegonnen werk, dit hoor, dit level. Hij is te doen, I know. Ja, maar let op. Straks zijn we door die 106, vallen we dood. Ja, dan zit er nog iets of zo. Missen we de pad of zo? De launchpad. Ah ja, dat zou heel naar zijn. Dan eet ik mijn controle op. Kijk, daar gaat hij hoor. Huppatee. Hé, maar daarna zit nog iets. Ik zweer het. Nee. Na die 106 ben je clear. Ik zweer. Okay. Als er dan nog iets zit, jongen, dan word ik gek. Als er dan zo'n invisible barrier zit, weet je. Oh, dan moet je me... Je moet echt God, inderdaad... Ja, maar ik mis nu ook gewoon heel het ritme. Ik mis heel het ritme, mis ik nu ook je gewoon. Je moet steeds hetzelfde gat nemen, want anders weet je niet meer hoe die verder moet. Oh, dit is lastig, gek. Oh, jongens, echt, ik krijg hier echt hoofdpijn van. Okay. Van dit soort levels kan ik op een gegeven moment echt helemaal gek worden. Ik zweer het je. Dit soort levels zorgen er gewoon op een gegeven moment voor dat ik gewoon helemaal... Ja. Nee. Ja, ja, dan word ik weer gegeven dat ding in een kop zo. Je moet wel in de midden komen, geloof ik weer. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Er is maar vanaf, alleen vanaf... Ja, links of... Ja, ja je kan eigenlijk vanaf elke keer halen. Klote, klote, klote. Ik heb echt al 3 keer achter elkaar 80 en dan is het in 49. Ja, ik heb echt al 3 keer achter elkaar 106 gehad. Okay, ja. Kom op, gast, we can do it. Nee, dit gaat helemaal mis, ja. Weer, hey, I'm done, mate. I'm done, ik zweer het je, what the fuck? Ja, dan ben je wel heel close. Ja, ja, maar ik zit net iets te veel dan aan die andere kant. Ja, Jatana. Oh my god, nu weer op 82. We zijn allebei op 82. Ja, echt. Dit is het is nog één klein gaasje, maar het gat wordt ook steeds kleiner. Het is bijna echt nog een one by one bij me. Ik stook mijn hoofd weer. Oei. Nou, je hebt ook zo'n groot hoofd. Nou, mijn vrouw, mijn vrouwelijke poppetje deert. Oh, ik dacht, ben je een vrouw? Wat is dit nou? Oh nee! Hoeveel meter? 82, maar ik kwam bijna bij de 100. Ja! Oh mijn god, heeft hij. Ja, yes! Wat een beest. Oh my god! I got him! Ladies and gentlemen, we got him! Oh! Wat is deze lekker zeg als je deze haalt. Kijk hoe klein het gat hier nog is. Holy shit, Cas. Oh rechts, mijn god. Links. We hebben hem. We hebben hem, dames en heren. Let's go. We kunnen weer door. Wow. Ik ga er snel van Dutch you. Oh. Let's go, level 5. Level 5, jongens. Hoppakee. Wat wordt dit?
Wat is dit? Yo, my nee! God. Oh mijn god, Cas. Level 5. Level 5. Ik ga dood op 106. Ja, dan was ik ook. Level 5 is... Wat is dit? Hoe noem je dit? Oh mijn god, level 5, jongens. Dit meen je niet. Het wordt steeds, het wordt steeds lastiger. Ja, dat is meestal de bedoeling van zo'n ding. Oh mijn god, ik denk dat dit niet de bedoeling is. Nee, ik heb een controlfreaks binnen. Ze zijn door de brievenbus gegaan. Hoe is je dat? Omdat er van PostNL kijk een berichtje. Uw pakket is bezorgd. Wat lekker. Dan kunnen we dadelijk Battle Royale spelen met Cas die dan controlfreaks heeft. Let's go. Nou, ik ga de level nog een paar keer proberen. Ja, ik word echt langzaam helemaal gek. Ja. Cas, ik heb hem! Ja, ik heb level 5! Jongens! Oh my god! Oh my god, what the heck! Yo! Dus even rustig. Dude! Wat? Samen. Wat? Loopt hij in één keer twee dingen voor? Oh mijn god, opeens had ik hem! Ja. Opeens hadden we hem, dames en heren. Lieve mensen, opeens hebben we hem gewoon. Ja, maar ik krijg hier echt aan bij je van. Wacht, dit ding werkte net niet. Oké, okay, gelukkig. Okay. Level 6! Zaas, we zijn bij Zaas. Let's go. Wat is dit? Come on. Oh mijn god. Oei, mijn ping is ziek. Oké. Cas? Ja. Over level 6 wil ik niet. Ballen. Over level 6 wil ik niet hebben. Oh mijn god. Dit is echt bizar. Hey. Dit level is echt bizar. Ware hel is dit, echt. Ah, jij bent nog bij 4, toch? Ja. Still struggling. Stomme droppers. Het is wel leuk om te doen, though. Oeh, mijn! Ik ga level 6 ook proberen te halen. Als ik nee, een minuutje twee keer haal. 106! Kulo, jongen. Ja, je zit net iets te dicht dan bij dat randje, dat had ik denk ik ook. Ja. Dit is zo'n rage level. Oh! Jongens! Weer 106. Wow, Cas breekt de hele tent af. Oh mijn god, ja, dit is net iets te dun. Wat de heck? Ja, oké, ik weet nu hoe ik moet springen. Voor die 106. Ja? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik zeg wel dat ik het weet, maar waarschijnlijk gaat het nu weer fout. Oh, maar dit is zo... Oh, dit is een millimeterwerk. Dit is millimeterwerk. Zo, hè. Het is moeilijk, hè. Tom Breek, hè. Jezus. Ik? Ja. Ja, omdat deze... Ja, ik weet niet. Ik zie dat ding niet eens. Ik zie het gat niet eens. Klinkt even zo verkeerd, dit. Ik zeg niks. Ik zeg helemaal niks. Oké. Okay. Ik ga nog één keer proberen te kasten. En anders houden we level 6 voor aflevering 2. Want we willen dit er wel weer bij hebben dan, dames en heren. Oh! Oké. Okay. Ik ga... Nee. Oh. Alright. Jongens. We houden level 6. Voor aflevering 2. Waar Hugh dan ook weer bij is. Want Hugh's internet is waarschijnlijk uitgevallen. Cas gaat nog steeds op de achtergrond door. Die weer op 106 meter valt. Ik wil in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze parcours video. Ja. Ik moet natuurlijk ook wat meerdere video's opnemen. Dus dat gaan we nu ook doen. Want dit weekend ben ik aanwezig bij het Boxing Gala. Van natuurlijk Harm, Tim, Paul en et cetera van andere mensen die meedoen. Dus je kan mij daar ontmoeten. Dus daar moet ik eventjes wat video's maken. En Cas breekt echt de hele tent op. Jongens, bedankt voor het kijken. Ciao. Ik zie jullie morgen om 6:30 bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Thanks for watching. Vergeet niet te abonneren en dat blauw duimpje achter te laten. En tot morgen, jongens. Doei, doei. Doei.